Mag kunst om politieke redenen geweigerd worden? Wim van Krimpen, de directeur van het gemeentemuseum in Den Haag, vindt van wel. Hij weigerde enkele foto's van de Iraanse fotografe Soreh Hera, waarop homoseksuele mannen te zien zijn die maskers dragen met afbeeldingen van de profeet Mohammed. De fotografe zelf spreekt van censuur. Beiden doen hun verhaal in Nova. Een verslag van Tonko Dop en Roesbe Kabodi. Ik wil dat Nederland wakker wordt en... En dat is echt angstig. Ik had wel verwacht dat er enige reactie zou zijn. En of ik nou het ene had beslist of het andere, er zou altijd reactie geweest zijn. Maar de manier waarop dit escaleert, dat vind ik wel typerend voor het huidige debat in de Nederlandse samenleving. Daar ben ik wel lichtelijk van geschrokken, zou je kunnen zeggen. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, de museumdirecteur en de kunstenares. Hij zegt dat zij de ruil heeft uitgelokt. Zij zegt dat hij is gezwicht voor intimidatie. Het gaat allemaal om deze foto's van een Iraanse kunstenares die overigens niet herkenbaar in beeld wil. Ik heb 7 homoseksuele stellen gefotografeerd in Nederland. Dat van die 7 stellen, ene stellen, hebben een islamitische achtergrond. Zij komen uit Perzië en zij wonen al 20 jaar hier. Maar vanwege hun veiligheid, zij wilden niet herkenbaar in beeld zijn. Dus ik moest een oplossing daarvoor bedenken. Een masker. Die masker bedacht, ja. En dat is een afbeelding van Mohammed? Ja, die een masker is gezicht van Mohammed en die andere is gezicht van zijn schoonzoon Ali. Plotseling word ik door de pers benaderd met de vraag of ik bedreigd word of dat ik hoe ik daarmee omga en wat ik daarvan vind. Het krantje, de pers. Ja, en toen zei ik maar, waar gaat dat dan over? En dat zou volgens sommigen beledigend zijn. Zij voelen zichzelf beledigd. Ik wilde niemand beledigen. Dat is hun idee en dat is niet mijn opzet geweest. Maar het blijkt dus dat die foto's van Mohammed en Ali daarin gemanipuleerd zijn, hoe je dat moet noemen. En met dat feit is de kunstenares naar de pers gegaan. Of heeft de pers haar daarvoor benaderd. Dus dat wordt in een totaal politieke sfeer getrokken en dan op een manier die, ja, waarvan wij gezegd hebben, daar zijn wij niet voor. Het gaat niet over belediging, het is kunst. En het gaat over vrijheid van meningsuiting. En zodat lijkt, we hebben helemaal geen enkele vrijheid hier meer in Nederland. En wij kiezen ook niet wat zij moeten doen in hun moskee zeggen of ophangen. Zij moeten ook niet zeggen en bepalen dat wat moeten wij in museum hebben. Het lijkt dat een kleine minderheid van moslims, 1 miljoen moslims hier beslissen voor de rest van Nederland. En dat maakt mij ontzettend angstig. De wereldpers heeft er inmiddels ook lucht van gekregen. Gisteren de voorpagina van een Italiaanse krant, morgen een interview met een Belgische krant. Ik ben erachter gekomen door media dat in de gemeente van Den Haag die partij Islamische Democraten hebben meneer van Krimpen onder druk gehouden om zijn woorden terug te houden aan die werk van museum weigeren. Echt onzin. Ik ben door niemand benaderd. Er zijn op de vrijdag toen wij besloten, rustig hebben we daarnaar gekeken. Toen hebben we gewoon in de staf besloten, wij gaan niet mee in die hype. En wij bovendien vinden wij die foto's beledigend en uitdagend en absoluut onnodig. En bovendien vinden wij dat in het huidige debat over de islam, dat wij daar niet in mee moeten gaan. Dan speelt u toch een politieke rol? Dat is, kijk, het museum, we hebben net een collectieboek uitgegeven, dat heet Kunst is keuze. Nou, dat is in dit geval ook zo. Wij maken de keuzes, dat doen wij iedere dag. Hè? Als een foto te seksueel getint is, of als het slecht is voor kinderen of zo, dan beslissen we om dat niet te doen.
Wij zijn een openbaar museum, een openbare ruimte. We zijn in het publieke domein en daar gelden andere regels dan in het privédomein. De vrijheid van meningsuiting wordt hier vaker door het museum gestuurd? De vrijheid van meningsuiting, dat is wel een erg geladen woord geworden de laatste tijd. Hè? Als ik één foto niet ophang, dan beperk ik de vrijheid van meningsuiting. Die hele serie over homo's in Iran, die wordt opgehangen in die tentoonstelling. Alleen er zit één element in waarvan wij vinden dat het nogal kwetsend is voor bepaalde mensen. En dat gaat in dit geval over moslims. En dan heft men meteen over dreigementen. Wij zijn door niemand bedreigd. Dit is eng van die foto dat daar. Het museum Gouda leek uitkomst te bieden. De directeur bood aan de twee omstreden foto's te exposeren. Hij zou de kunstenares vanmiddag ontmoeten. Maar dat werd zonder reden afgezegd. Onduidelijk is of Museum Gouda de foto's alsnog wil hebben. Wel kunnen we er de kunstenares filmen. Tussen de Hollandse meesters met haar gevraagde foto's. Ja, zij wil dan die foto's exposeren. En meneer Tjan, directeur van het museum, heeft mij gemaild. Groeten van mij en van mijn vrouw en onze kind. En als jij wil één keer een thee drinken met een museumdirecteur dat lef heeft, kom maar langs. En wij willen jouw werk exposeren en wij vinden jouw werk prachtig. Ik vind de manier waarop zij die kunst heeft gemaakt en specifiek dit element eruit getrokken heeft, ja, dat vind ik uitlokking. Dan zegt meneer Van Krimpen dat jij dit een beetje uitgelokt hebt, dat de publiciteit je wel goed uitkomt. Dat is niet waar, omdat ik weet het niet, hoe durft meneer Van Krimpen zoiets zeggen. Hij wil niet helder en open zijn over dit zaak. En hij wil niet toegeven dat wij zijn bedreigd, wij zijn bang en wij kunnen die foto's niet laten zien. Ze mag wel publiciteit, dat waardeer ik ook in haar, dat ze voor zichzelf publiciteit zoekt. Maar dit was wel een tentoonstelling van 7 kunstenaars. Die andere 6 kunstenaars zijn niet zo blij nu. En dat is toch jammer. En we hebben ook gewoon afspraken gemaakt. Daar houdt ze zich ook niet aan. Dus ze moet gewoon hier in het museum die serie tonen. En dan vertellen wij dat er één foto niet is. Omdat wij vinden dat die niet bijdraagt aan de goede sfeer. Ja, het klinkt allemaal erg domineesachtig. Maar ja, het is niet anders. Dat moet dan maar.